Welkom bij het oudste journaal van Prut over Asmerhandel. Dit keer hebben we een heel oorsteekje opzocht. Willem, waar ben je? Ja, wie verklappen hier eigenlijk al een beetje achter ons? De Tempel van Eds. Wie ben je vlak bij Marum en wie probeert het joord volle heger op te zieken? Dus ik zou zeggen, zie maar. De Zeedijkster Toor. Ja, goeiemorgen. Ik ben Willem. Oké, ik ben Gerrit. Welkom. Goedag. Ja, dank je. Bouke, ja, maar. Welkom. Goed, dank je. We hebben de foto-expositie van de hinders van 2006 net te vergeten. Heel belangrijk voor ons bedrijf. Waar staan we hier precies? We staan hier boven op de toer. Onder de dijk bij Marum. Hoe heet je dat? We zijn hier 125 meter. Wat kun je hier al zien, FSB? Wat zien we hier? Ja, daar, als het helder is, de Schelling, de Bosplaat, hier de Ameland, de Fjordtoer van Halm, de Cerkentoer van Halm. Dat is al eerder van de waard gekomen, in een Lommekwanshuit, het Terpelommerskip. En je ziet hier nou de kwelders natuurlijk, de droge kwelders, en daarachter lees de Sliekvelden. En dan begint de Waardzee. De centrale as kun je net zien? Nou, dat we heel goed duren, maar we kennen de centraal van Burgerbosje en dat ik heb de centraal aangezien. Maar het beste hebben we gewonnen bij de zien vanzelf. Maar er stond het BM voor, maar ik denk dat het bedankt voor de jachten van ouders wil zien kunnen. Zou je hem daar een profijt van hebben? Nou, dat hopen we natuurlijk al. Dat allemaal de dikken in Friesland goed zijn, dat ze het beter vinden kunnen. Het zal altijd zal het beter worden. Kun je kwart om je aan hoe het ontstaan is? Je? Want je meen, jij is boer, of nee? Ja, ik ben eerst melkveehouder geweest. Ik heb ongeveer 135 kei melken en ik ben in 2000 begonnen. Omdat hier achter de dijk kwam het natuurgebied en ben we begonnen met toerisme en recreatie. En we gaan gewoon zien dat je maar eigenlijk net te volle dingen, net te min dingen hadden meisje, maar genoeg dingen zien kennen om je wat langer blijven te kennen. En als je er van alles ombieren kennen. Van de expositie tot tochtje, tot de kwelders en dan was hij van een schotje blijven. Want die gaan nogal wat hier, hè? Ja, ze kunnen je lekker eten, koude warm buffet of barbecue. En tijdens dat gebeuren kan mijn familie de benen je boordje. En je kan van de toer opzeilen, tochtje. Je kan ook met de GPS en tocht maken tot het gebied hier achter de dijk. Je kan maar je rek wel door de kleiland en door de bouwland en alles ken je eigenlijk. Je moet nooit zeggen dat het net kent. Want hoe droog is het hier? Het is nou even rustig, want we zitten net in het seizoen. Maar aan dat het wat droger is, kunnen we hier dan nog steken? Jawel, ja, jawel. We genieten hier ooit van recht rond, maar dat was af vanzelf. Wij geloven dat hier Keltische mensen zijn. En wij zitten in 2014 of 50.000 mensen. We vreden hier weer een beetje minder, dat kwam totdat ze begonnen met de molen van de digje van Leeuwen naar Hovert. En nou ja, we hopen nu op mooi waar, wat waarder, maar dan wordt hier vast de droger. Nee, in oktober, hè, dan is die lange handelsroute voor de Centrale As. Ga je al een idee wat je daarom mij dan wil? Nou, als het dus een beetje oplevert, dan word we zeker mooi van. Want ik denk toch dat je, als je wereld zien laat, dat je toch op allerlei manieren echt zien wordt treden en dat de mensen hier kennen komen wollen. Dus je bent erbij? Wij doen het best. We zeggen maar ja. Hoe zie je ze nou alternatief vervoer op die handelsroute? Nou, dit zou hoort wezen, denk ik, hè? Ja, nou, als het maar dan doe ik maar. Ik zou wel graag mooi de man wel, heb je samen gezegd. Wat voor vervoersjoffer je krijgt? Nou, dit is mijn panorama van en ik kist dan al in de kanten uit de wijn zien, om die heen overal te zien. En dit is dus ons wijn waar wij mooi tot kweldgebied rijden. En dat is een prachtig uitzicht. Zit wc in, je zit koeling in voor fris of bier en het kan al heel mooi. Alternatief vervoer? Ja, dit is. En hij kan ook worden rijden. Hij hoeft hem net te houden op een spoorlijntje. Hij kan zo worden de centrale als rijden, maar.
helemaal de hand. Ja, ingang. Dan ben je al een beetje ontbouwen. Waar moesten we je gast eigenlijk? Die maar die Ronnie van der Berg. Ronnie van der Berg. Nou, maar gaan we daar even naar chef. Volgens mij maken we daar in de 40 hoeken waar. Is het even ziek hier? Ja, jongen, wat een droom. Hoe je daar al, ja? Ronnie van der Berg. Nou, goedemorgen. Welkom. Prachtig dat u het even ontvangen wordt. Ja. Ik ben Willem. Ja, Bodo. Ja. Ronnie. Wat gaan we een mooi kantoor. Ja, maar hier een prachtige plakje gaan wij creëren in Marm. Wij staan hier bij isolatiehandel Van den Berg. Wat dan juist is alles op het gebied van isolatiemateriaal. Dus hier hoofdzakelijk de peer-isolatieopslag. Boeten is het terrein voor de sandwichpanelen. En we hebben verderop nog een locatie waar de panelen binnen staan. Maar dit is eigenlijk alle isolatiemateriaal wat onder de vloer gebruikt wordt. Wat in de spouw, in de gevel, platdak, hellendak, neem het maar op. Wij zijn totaal leverancier voor de bouw op het gebied van isolatiemateriaal. En we kunnen vrijwel alle soorten isolatiemateriaal kunnen wij leveren. Isolatie, dat wordt steeds belangrijker, hè? Als je naar de bouw. Als je dat doet zien in hier, hoe wil je dat zien jullie? Nou, het zien in Jerlien wie eigenlijk goed, want toen begon eigenlijk een beetje de subsidies. En door de subsidies moesten mensen isoleren, maar een R-waarde van 1,3 wie dat volgens mij. Nou, mensen hier nog nooit jet van een R-waarde. Nou, dat verzinnigt de isolatiewaarde van het materiaal. En ja, als het dan naar perisolatie is, wij dus eigenlijk een beetje voorstander binnen, omdat het dan maar een tinnen plaat, een hegewaardige isolatie hast, werden mensen bewust maken van R-waardes. En koen ze het verschil zien tussen een EPS-isolatie of een perisolatie. Nou, daar zit een gigantisch verschil in, want per isoleert gewoon volle beter. Meestal men had dus volle bewust met wat ze doorgaan qua isolatie nou. Ja, thermische isolatie is belangrijk. We willen net de volle energiekosten betalen, die worden alleen maar duurder. Nou vind ik net dat dat op een lange termijn zo is, ja, want dan denk ik toch dat het wel weer wat goedkoper wordt. Maar we zijn wel bewust van het nut van isoleren. Je zit in Marm, is dat bewust? Ja, we hebben bewust voor Marm gekozen. Waar enkele Heerenlingen hebben ook op het punt staan dat we zeiden van nou, misschien willen we naar Drachten of naar Heerenveen. Maar nu die centrale Azer komt en de ontsluiting van Oostiens, is dat voor ons eigenlijk net meer nodig. Want we zitten eigenlijk binnen een jaar zitten we in Drachten. Dus dat is gewoon heel fijn. Ja, dat scheelt echt enorm dat die ontsluiting er is, want ja, je zit wel heel in het noorden, hè? Ja, het is toch iedere dag besparen ze een kwartier tot 20 minuten heen en weer om. Dus dat is op IER-basis is dat een enorme besparing is dat. Het sterke punt is dat wij besteden nu iets meer dan 20 hier. En het sterke punt is eigenlijk altijd West. Grote variën, alles uit variën leverbaar. En wij leveren tegenwoordig heel veel maatwerk. En terwijl het materiaal op variën haast, is het gewoon heel snel schakelen. Dat is een enorm voordeel en dat is ook een beetje typerend van deze tijd. Jood bestellen en morgen leveren. Onze klanten zitten in de drie noordelijke provincies, ook wel een beetje in Noord-Holland. Dat zal ongeveer een 60% wijzen en de rest van 30% die zit ongeveer in de rest van Nederland. Onze klanten zijn tegenwoordig is dat ongeveer 25% particulieren, 50% bedrijven en 25% groothandel. Wie ben je er vanwege een reden vanzelf, omdat die centrale Azië hier ben wordt en er een lange handelsroute is, doe je met mij? 1 oktober ben we er ook bij, we stonden onze transportmiddelen langs de handelsroute. Eén kant van de kleding van de vrachtauto die gooien we even hier en daar stellen we ons hele assortiment in tentoon. En als het nou rijdt of de zinnen schijnt, dan zitten we er altijd geïsoleerd bij. Nou Willem, verleden week hebben we dat vervoer gehad met dak en locatie, maar wat we hier op achtergrond hadden, zou dit nou de echte werkstaat van vroeger? Ja, ik denk van wel, maar we zwalken hierom en ja, dit plaatje moesten we thuis heel leren. Nou, vanaf dit punt willen we dan eigenlijk de prijsvraag voor moeten doen. Willem, wat is dat deze keer? We willen graag van je weten, hoe lang is totaal de handelsroute die we organiseren? En graag alle reacties op het onderstaande adres dat nou in beeld komt. En we hopen dat je mij doet. Samen hebben we aan de ene kant van deze uitsturing. Je hebt geen kennis dat we dit keer heel heeg opzocht hebben. Ik bedrijf je wij door mij en Willem, hoe kunnen we daar dan mee bij krijgen? De meeste mag zich vooral op je aan, want de rondte bestaat gewoon beperkt op fruitmeidenhandel.frl. En dan zoek ik ze dat de horen keer. Hoort je in.